nou, man? Zullen we even gaan zitten? Ja, je bent mijn broer. Nou ja, halfbroer, moet ik eigenlijk zeggen. We hebben niet dezelfde vader, maar Maria... Zit je in de paddo's of zo? Ga weg, man. Ja, ik geloof er zelf ook geen zak van, aan het begin. Maar het verhaal klopt. Maria heeft in de gevangenis gezeten, de boerkamp. En daar is ze verleid door een bewaker en is ze zwanger geraakt. Dit schandaal mocht niet naar buiten komen van de directeur van de gevangenis. 3 keer raden wie dat was. De enige echte Eduard Stern. Is dit weer een manier om aan geld te komen? Want je weet, wij hebben niks. De open bood Maria 10.000 gulden voor me. En een nieuwe start in Canada na haar vrijlating. Luister, mijn moeder was een en al liefde. Die zou de kind nooit afstaan. Nooit. Oh ja? Nou, mij wel. Haar werd voorgehouden dat ik anders naar een pleeggezin zou gaan. Ik weet niet wat je ineens tegen me hebt. Maar deze onzin over mijn moeder. Mijn moeder die is overleden. Het gaat echt te ver, dit. Ik weet het niet, oké? Ik kon het niet verwerken en al mijn woede die kwam eruit richting jou. Totaal onredelijk, tuurlijk. Maar nu... Ik wil jou gewoon graag beter leren kennen. Ik heb altijd al een broer willen hebben. Luister, ik begrijp dat het moeilijk is te beseffen dat jouw moeder jezelf dit nooit heeft verteld. Nee, dat is niet moeilijk te beseffen. Dat is praktisch onmogelijk. En dan moet je oprotten, anders bel ik je collega's. Weet je, vraag het aan Laura. Oké, ik heb alles van haar gehoord. Toen jouw moeder de laatste keer in Meerdijk was, toen ze erachter kwam dat ik haar zoon was, toen heeft ze Laura in vertrouwen genomen. Mijn moeder vertelde me altijd alles. Altijd. Ze heeft mij ook niks verteld. Alleen Laura, en die heeft mij ingelicht. Oké, mijn huis uit. Mijn huis uit! Luister nou, nu rot op!